Hi, welkom bij Point of View. Ik ben Bab en vandaag is het tijd voor de Point of Ramy Fouad. Die zit hier bij mij. Hallo. Hey. Alles goed? Ça va, ja. Who is that? Wij kennen elkaar al even, maar misschien is het wel tof om je ook eens voor te stellen. Ik ben fotograaf, regisseur. Ik sta ook af en toe model. Ik speel ook, maar pas recent. Ja, oké. Dus laten we beginnen bij het ding waar ik u al het langste ken. En dat is foto's maken. Hoe bent je daar eigenlijk ooit mee begonnen? Ik heb op mijn 13, 14 zoiets zo'n touch gekregen. Ja. Dat was de eerste keer dat ik zo daarmee wat begon te ontdekken. Van, dat heeft een camera en je kunt daar dingen mee doen. That's it! Eureka! Je broer is Tamino. Mm-hmm. Heb je dan ook voor het eerst foto's van hem gemaakt? Ja, maar mijn broer ging zo toelatingsproef doen op het conservatorium in Amsterdam. En hij moest dan zo'n klein albumetje meenemen. En ik heb dan daarvoor de cover eigenlijk gemaakt. En dan heb ik met kunstbenden ook meegedaan. Dat is ook wel een belangrijk onderdeel geweest. En dan daar zo voor de eerste keer zo echt tentoonstelling proberen combineren met foto's die ik overal genomen had. Ik had een reeks gemaakt voor de oma van een goede vriendin van mijn mama. I'm confused. Die was dementerend en die vroeg of ik foto's zou komen maken voor haar. Van haar, omdat die nogal was aan het aftakelen. Ja, dan heb ik dat gedaan. Dat was wel heel bijzonder, want dat was een super fijne ervaring. En ik kreeg aan zo berichtjes en amai, ze voelde zich zo goed, ze voelde zich echt een model. En allee, dat was een kei fijne dag. God de lieve eten die vrouw en die is die nacht overleden. En dat was wel zo wat. Dat was precies wat dat moest nog gebeuren voor alleen ze heen ging. Dat was heel bijzonder. Precies dat verhaal kon ik niet alleen kwijt in die foto's. En dan heb ik daarmee een eerste kortfilm gemaakt. Ja. Wat heb je daar ook een opleiding voor gedaan? Op Sint-Lucas studeer ik regie. Ik denk dat school sowieso een fijn kader is om in te experimenteren. Heb je het gevoel dat je identiteit mee gevormd heeft of zo? Ja, vreemd genoeg lag dat wel goed vast. Ik had een paar videoclips gemaakt en ik wist zo goed dat ik dat wou doen. I know what I want. En ben je in de acteren ook gerold door je school? Voordat ik fotografie ontdekte, heb ik 10 jaar acteerschool gedaan. Allee, zo in avondschool. Dat is heel fijn. Met nu te spelen, merk je van de bagage die je hebt als regisseur, die komt zo van pas als je speelt en vice versa. Ja. Als ik regisseer, dan weet ik veel beter wat ik kan vragen van mijn acteurs of van de mensen die voor mijn camera staan, omdat ik het zelf heb gedaan of zo. Hoe gaat dat proces binnen in u om te beslissen wat je gaat neerzetten? Want... Dat is altijd even zoeken, denk ik. Je mocht meestappen in de wereld van iemand. En je moet een manier vinden om dat verhaal dat hij met dat specifieke nummer wilde vertellen, je eigen te maken. Ik kan dan niet iets maken waar ik mij totaal niet toe gerelateerd voel of zo. God, you're brilliant! Moet je daar ook zo'n bepaalde veerbaarheid voor hebben of zo? Zeker als je jong bent. Allee, heb je ook al zo obstakels gehad die je lastig vond? Ja, enorm. Soms komt het gewoon niet. Allee, soms zit je in een writer's block. Maar ik heb altijd al met mensen gewerkt en natuurlijk ook met mijn eigen broer die dat heel duidelijk weten wat ze willen. Waarin dat je samen een dialoog kunt aangaan en echt zo tot de kern kunt gaan. Benadert je soms ook zelf artiesten? Dat is tot nu toe nog niet van gekomen, omdat ik gewoon aan één stuk door eigenlijk van project naar project spring. Ik hou zo wel een lijstje bij met mensen als ik zo mensen ontdek of zo, dat ik zo denk, daar wil ik misschien wel iets mee werken. Tell me. Of niet, dat is jij. Ja, weet je, ja. Frank Ocean. Ja, cool. Sowieso. Dat is echt een van de artiesten die volledig gewoon zo... matcht. Ja. Heb je ook tips voor mensen die graag willen beginnen met video's maken of met foto's maken? De gouden tip is gewoon dat je in jezelf moet geloven. Ik denk dat hetgeen is dat je recht houdt of zo. Als je gelooft dat je goed bent in wat je doet en als je een doel hebt en daar naartoe werkt, dan komt al de rest wel of zo. En is er zo bijvoorbeeld ook iets dat je kunt zeggen als er bijvoorbeeld mensen heel graag zouden willen studeren bijvoorbeeld? Ik denk gewoon veel kijken. Echt ja. veel kijken, veel leren van mensen die zijn voor je gaan. Mm-hmm. Dat is ook wat ik doe. Gewoon zien van wat vind ik goed, wat vind ik niet goed. Wat wil ik misschien eens proberen of wat wil ik absoluut nooit aanraken in een werk. En je moet ook jezelf een beetje gunnen om niet van de eerste werk dat je maakt iets perfect te maken. Ja. Ofzo. Als ik nu terugkijk naar werken die ik heb gemaakt, mijn eerste kortfilm bijvoorbeeld, ja, er zijn mankementen en ik kan dat eigenlijk zelfs niet meer terugzien. Je kunt heel snel zo op zoek gaan naar een verhaal omdat je niet direct vindt wat je wilt vertellen. Ofzo, maar vertrek vanuit je eigen. Merci Ramy, ik vond het super fijn gezegd. Nee, inspirerend. Leuk. Merci voor je tijd. Ja, dat niet.